In deze videobite geef ik je een tip voor de routeplanner in de kaartenapplicatie op de iPhone. Je weet waarschijnlijk wel dat als je een route aan het plannen bent op de iPhone, dat je kan kiezen hierbovenin tussen drie verschillende manieren van routeplanning. Dus je kan voor een autoroute kun je de route plannen, je kan voor een looproute kun je de route plannen en je kan eventueel voor het openbaar vervoer een route plannen. Maar je kan de voorkeur tussen auto en lopen kun je ook vastzetten op jouw eigen voorkeur. Want namelijk, iedere keer als je een route doet, zal die standaard de auto kiezen. Of de andere voorkeur die je hebt ingesteld. En ik zal even laten zien hoe je dat doet. Je gaat naar instellingen. En dan ga je een klein beetje naar onderen scrollen. En dan zie je hier kaarten. Daar klik je op. En hieronder heb je voorkeursroute. En als je dat op lopen zet, dan zal die voortaan iedere keer als je een route plant met de Maps applicatie. Ik zal het even doen. Dan zal hij nu, zoals je ziet, standaard de voorkeur hebben gekozen die jij in de instellingen hebt aangegeven. Dus zet deze vooral op de wijze waarop jij vooral routes plant. Plan je veel looproutes, zet je hem op deze instelling. Plan je veel autoroutes, dan zet je hem op de eerste instelling. Vond je deze videobite handig? Deel hem dan met al je vrienden, like ons op Facebook en volg ons via Twitter.